Fijn dat je kijkt naar het HVC Journaal, waarin we je op de hoogte houden van het nieuws van de vervolgde kerk en over het reilen en zeilen binnen Stichting HVC. Van de bijna 4 miljoen christenen in Pakistan is 75% ongeletterd. Daardoor hebben ze vaak de laagbetaalde baantjes, zoals het werken in een steenfabriek. In een gebied dat strekt over het noorden van Pakistan, India, Bangladesh en daarboven Nepal ligt de zogenaamde Brick Belt. Hier staan meer dan 55.000 steenfabrieken. De meeste christenen werken er onder dwang. Ze hebben geen andere optie. Ze moeten er hard werken om 1000 tot 1500 stenen per dag te maken. Het mengen van de klei is zwaar werk. Bij het vullen van de mallen, het leggen van de stenen en het transport werken ook de kinderen mee. Soms moeten ze 7 dagen per week, 12 uur per dag, in de brandende zon werken om het gewenste aantal stenen te produceren. Van het weinige salaris gaat het overgrote deel op aan de huur van de woning bij de steenfabriek. Voor voedsel blijft nog net iets over. Heeft een gezin kleding, medicijnen of gezondheidszorg nodig? Dan moet geld worden geleend bij de baas. Waardoor een schuld ontstaat die voor velen onaflosbaar is. Omdat de schuld bij overlijden overgaat op de kinderen, zitten generaties vast aan de steenfabrieken en ontstaat een moderne vorm van slavernij. Stichting HWC probeert die keten te doorbreken door kinderen op te vangen in het Children Welfare Center. Hier krijgen jongens een goede opleiding waardoor ze in de toekomst kans maken op een goede baan. Ze krijgen 24/7 opvang, Bijbels onderwijs, goede maaltijden, kleding en zorg. Wilt u ook een van deze kinderen bevrijden uit slavernij en hoop bieden voor de toekomst? Steun dan via het HWC sponsorplan. China, het land met de meeste inwoners ter wereld. Jarenlang werden de christenen zwaar vervolgd. Na de eeuwwisseling ging het echter beter. Christenen kregen steeds meer vrijheden. De afgelopen 2 jaar zien we als Stichting Hulpvervolgde Christenen echter een kentering. Christenen in China krijgen het weer moeilijker. We horen berichten over kruizen die moeten worden verwijderd van kerken, spionnen die de christenen in de gaten houden en dominees die worden gearresteerd. Reden voor onze stichting om ons werk in China weer uit te breiden. Bidt u mee voor de vervolgde kerk in China? Heb jij al eens een vervolgde christen zelf aan het woord gehoord? Tijdens de HVC Regio Tour krijg jij die kans. Een buitenlandse spreker komt van 29 maart tot en met 6 april speciaal voor de HVC Regio Tour naar Nederland. Zoek op onze website een Regio Touravond bij jou in de buurt, neem je vrienden mee, beleef het verhaal en stel zelf je vragen aan de spreker. Tijdens de HVC Regio Tour in 2018 stond het indrukwekkende verhaal van dominee Ghassan uit Irak centraal. Hij vertelde onder meer hoe zijn kerk groeit, ondanks oorlog en allerlei tegenstand. Een jaar daarvoor vertelde dominee Daniel uit Pakistan over zijn specialisatie, het evangeliseren onder moslims. De spreker dit jaar is iemand die evangeliseert met gevaar voor eigen leven, maar ook bijvoorbeeld zorgt voor voedselhulp en andere hulpprojecten. Wie die spreker is, dat hoor je vanaf maandag 18 maart. Houd dus onze website in de gaten. Bedankt voor het kijken naar het HVC Journaal. Vond je dit interessant? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal, like onze Facebook-pagina en blijf op de hoogte van het nieuws uit de wereldwijde kerk.